gaan we dan. André, eindelijk is er klaar voor. Is, dit is een ander eindje in het wild. Dan wil hij alles gelijk netjes hebben. Verschrikkelijk. Wat is er? Wat de kerstkoop. Dan is hij weer aan het nadenken. Dan is hij weer ontevreden. Wat is hij nou? Dan is het weer niet netjes genoeg. Die gaan allemaal afval maken. En wie schuld is dat? Die chippies? Oké, die zou jij opeten. Dat heb je niet gedaan, hè? Oké, jongens, André heeft ze niet allemaal opgegeten. Ik dacht dat hij ze opgegeten had achter de rug om. En ik was een beetje van, nou, lekker dan. Maar we hebben er één gevonden in de auto. Die ga ik straks opeten. Maar hij heeft nog steeds de helft, bijna de helft op. Ja, maar niet alles. Niet alles. Je zei dat ik alles had opgegeten. Maar zei ik, nee, volgens mij is iets gevallen. En je geloofde me niet. Je zei, je hebt alles opgegeten, dik. Zei ik dat? Ja. Oh mijn god. Dan verdien je een kusje. Je wordt ook dunner nu ik deze gevonden heb. Ja. Goedemorgen, mooie mensen. Nou, het is vandaag de ene laatste dag van onze reis. En we gaan richting Gent. En dat is grappig, want we moesten het eigenlijk skippen in het begin van onze reis. Dat we voor mij niet echt aandacht aan besteed. Maar mijn originele reis zijn we beginnen in Gent en daarna Parijs. Maar we konden ons niet zomaar weg van werk. Omdat het nog vrijdag was. En toen wilden we langer in Parijs blijven, waar we nog steeds achter stonden. Maar tijdens onze hele roadtrip zijn we overal zoveel sneller doorheen gegaan, dat we nu Gent aan het einde van onze reis kunnen doen. En het heeft ook een voordeel dat we iets eerder thuis zijn en een minder lange rit hebben op de zondag. Dus dat scheelt wel, want anders hadden we vanuit Keizerberg 9 uur moeten rijden naar huis. En dat zal nu minder dan 2 uur zijn. Dus dan zijn we wat minder kapot op de zondag. En het is ook gelukt om een sauna te regelen voor vandaag. Dus dat gaan we doen vanavond. Ik wilde heel graag een sauna, maar door COVID stond er op boeking dat het dicht was. Maar toen gingen we ze bellen. Omdat we gewoon extra vragen hadden nog om een sauna, ja of nee. We wilden wel boeken daar. En toen dacht ik, ja, toch even vragen, want voor mij klopt het niet. Dus voor mij is COVID al een beetje aan het wegzakken. Dus ik ging het vragen. En de sauna is open en we hebben gereserveerd voor 8 uur 's avonds. Dus dan gaan we lekker de sauna in. En misschien dat het morgen ook kan. Want we hebben een deluxe suite genomen, dus we hoeven ook niet extra te betalen of zo. Het zit er gewoon allemaal in. Het zou kunnen zijn dat zondag de winkels wel in Gent dicht zijn. Maar we kijken wel, misschien kunnen we vanmiddag nog wat dingen zien. Dus tja. Waar kijk je naar uit in Gent, André? Ik weet niet wat er allemaal is, maar ik wil sowieso een Belgische friet. En ik wil een Belgisch biertje. Maar sowieso Belgisch patat met stoofvlees. Met stootvlees, ja. Nee, stootvlees. Okay, we gaan sowieso een Belgische frietje aan. Dat wil ik zelf ook. En er is een plek daar met een brug, geloof ik. En allemaal mooie historische gebouwen. Dat wil ik zien. Verder kijken we wel. Ik ben lang blij dat we erheen gaan. Dat we daar aankomen. Hazelnoot. Maar ik had een grote beker gedaan voor een klein drankje. Nou is het apparaat een beetje aan het... Ach ja, maakt niet uit. Ik zit in Frankrijk, maar ze spreken Nederlands. Het is bijna klaar. Lekker. Kijk daar, hij is helemaal vol. Zie je? Goed toch? Ik neem deze. André neemt waarschijnlijk een espresso. Wat een originele vent is hier. Americano. Americano. Zo hé. Waar heb je vandaag zin in? André ging niet beter, hij koos wel de juiste. Wat heb je genomen? De Amerikanen zonder siroop. Gewoon koffie. Gewoon koffie. Wat goed, schat. Hij is groot, man. Hij is ook best wel groot. Starbucks met een vlieg op de A. Eeuw. Doe eens lachen. Met die baard, die mondkap. Woehoe, we kunnen weer onderweg. We kunnen er tegenaan. Woehoe. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we
will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Now we're one with the sun over our heads. And at night we'll be the stars. Kijk, hoor die auto gaan piepen. Hoor dan. Buiten. Ik vind het grappig, een botsauto. Nou, uitkijken. Stad. We gaan een salade halen. We zijn weer op de markt. We zijn bij de Royal Parking. Daar gaan we altijd heen. Tweede keer. En dan zeg ik altijd. Volgens mij moesten we hier ergens doorheen. En dan komen we er wel. Oh jee, je hebt geen Luxemburg magneet, André. Is dat zo? Volgens mij niet. Dan moet ik hem halen, ja. Ja. Snel halen. Heel veel zwervers hier in het rijkste land ter wereld. Nou, is het rijkste land ter wereld? Volgens ja. mij wel, ja. Een van de rijkste landen ter wereld. Oké, dik hoor. Niet de rijkste. Maar ze hebben natuurlijk ook een kleine wereldpopulatie. En ze zijn voornamelijk rijk geworden door in de dienstverlenende sector. Dus banken, verzekeraars. Is die weer? Ik hoor een chickenbol. Daar is André. Zit er bij Dean en David. Met gember en kruidendrank. Heel gek. En André heeft iets met prawn. Ik heb een mango prawn bowl. Mango prawn bowl. Lekker. Dit is toch lekker? Kom op. Zo, daar staat ze weer hoor. In volle glorie. Nou, daar zijn we weer. Ik heb net echt lekker gegeten weer. Bij Dean en David. Zo heet het, Dean en David. Het was druk, maar echt zo lekker. Crunchy chicken salad. Dus, heerlijk. En nu gaan we op zoek naar die fotospot. Die ik vorige keer niet had kunnen doen. Hier zijn we dan. Bij de fotospot. Yippie! Nou... Is toch mooi? Is toch een mooie brug van Luxemburg? Luxemburgstad. Ik vind het een mooie plek.